Dag, Mark Reunies, delegé van de Minime B van Sporting Burgt. Wat vond je van de match? Ik vond dat wij een heel goede wedstrijd gespeeld hebben. De uitslag lichtelijk overdreven was in het voordeel van die mannen. We hebben veel kansen afgedwongen. Maar we waren net iets niet scherp genoeg voor de goal. Er deed een paar man van de A-ploeg mee. Ja, dat klopt. Dat is omdat we redelijk scherp zijn in het volk nog enkele gekwetsten. Waaronder de Janko Beekman bijvoorbeeld. Wie is dat? Ja, dat is onze sterrenporter. Ah. En wie vond u de speler van de week vandaag bij de Minime B dan? Ik vond dat iedereen zijn best gedaan heeft. Dus ik kon er niemand uitpakken om te zeggen die het echt super goed gespeeld. De keeper, dat is normaal geen echte keeper, die heeft toch zeer sterk gedaan, de Neddo. De keeper heeft dat heel goed gedaan, en is juist die een week aan het trainen, dus daar zit hem misschien onontdekte talenten in. Dus ik hoop dat hij verder blijft groeien en dat tegen het einde van het seizoen een betrouwbaar sluitstuk wordt. Waar zit de echte keeper, de eerste keeper van Burgt? De keeper die is gekwetst, Vincent is gekwetst. En dus moeten wij roeien met drie minuten hebben. Hoe lang? Die is toch wel 3 tot 4 weken oud. Is er een vast kapitein dit seizoen? Nee, op het moment nog niet. Okay. Vandaag was Antoon de kapitein en volgende week misschien iemand anders. Bedankt Mark en nog veel succes met de Minime B. U ook bedankt.